We staan hier in de grote straat in Almelo. En wat sommigen van u zullen kennen als de doopsgezinde kerk. De doopsgezinden zelf noemen dat een vermaning. Omdat dat wat er één keer in de week gebeurt, je wordt daar vermaand om je netjes te gedragen. Het is niet altijd een kerk geweest. In 1684 hebben de doopsgezinden toestemming gekregen van de heer van Almelo om hier een woonhuis te verbouwen tot kerk. Maar er zat één hele grote maar aan. Je mocht aan de buitenkant niet zien dat het een kerk was. En als dus de mensen naar de kerk wilden, dan konden ze dus hier niet door een mooie grote voordeur. Dan moesten ze hier langs. Kijk, je ziet, het is dus een hele riante entree. En dan zullen we even doorlopen naar wat toen de ingang was. Kijk, de ingang is heel massief dichtgemetseld. Maar je ziet daarboven zie je dus nog de latij waarop staat anno 1684. Dus eind van de 17e eeuw gingen hier de doopsgezinden de kerk in. En in 1732, dus dat was alweer fors portie later, hebben ze toestemming gekregen om ook de voorkant toch wat meer kerk te laten zijn. En dat is dus de gevel zoals wij hem nu kennen. Nou, gaan we nu door wat dan nu is de echte ingang. De meeste mensen die een doopsgezinde kerk binnengaan, een van de eerste dingen die ze zeggen, wat is het kaal? Ze werden heel erg vervolgd door de overheden in die 16e, 17e eeuw. Dus ook al zouden ze rijk zijn, dat ging je niet etaleren. Dat nodigde alleen maar mensen uit die daar wel even van mee wilden genieten. Dus vandaar dus dat ze gewoon sober waren. En natuurlijk zoals elke reformatorische kerk, dus die uit de reformatie komt, zoals de katholieke kerk met de heilige beelden, die hadden ze allemaal eigenlijk al afgeschaft. Zaterdag in de maand, even afgezien van de zomermaanden, de twee, is er hier elke zaterdagmiddag is er hier een concert op het orgel. Okay. Met diverse organisten van buiten. Nou, kijk even ook vanuit de manier waarop wij het geloof beleven, staan we gewoon open voor iedereen. Dus we zijn ook actief in Amnesty International, daar wordt regelmatig één keer in de maand in een dienst, doen we handtekeningenactie dus voor iemand die in de penarie zit. Het doopsgezind zijn voor sommige mensen ook heel lastig. Bij een heleboel anderen is het gewoon helder. Dat is er, dat is er, dat is er, zus is er en zo is er. En bij ons moet je dat echt elke keer zelf bedenken en met je geweten raden. Ben ik het hiermee eens of ben ik het niet mee eens of denk ik er anders over? Nee, maar in principe dus, ik heb het, je wordt gedoopt op je eigen geloofsbelijdenis. Dus de een die kan een heel erg streng verhaal opschrijven. En de ander, zoals mijn vader, ik denk, nou, dat is een vrij licht verhaal. Ja. Ja, en die zitten samen wel in zo'n kerk. Tuurlijk. En die gaan ook regelmatig met elkaar in gesprek. Dus. Nee, maar het is dus in elk geval niet bij voorbaat iets of iemand uitsluiten. Ja.